Wonen op Dekkerswald klinkt als de toekomst voor de woningbouw. Het project staat voor verschillende mensen samenbrengen in een zorgzame buurt en wonen in een natuurrijke omgeving. De nieuwe buurt is niet alleen een uitkomst voor het woningentekort, maar wellicht ook de thuiszorg. De projectontwikkelaars zijn nu nog bezig met de laatste puntjes en dan kan de bouw beginnen. Wonen in een natuurrijke omgeving waar mensen naar elkaar omkijken. Dat is waar Wonen op Dekkerswald voor staat. Deze nieuwe buurt in Groesbeek zou de toekomst kunnen zijn voor de woningenbouw. Doordat de bewoners naar elkaar omkijken, verlicht het de zorg en is er geen gevoel van eenzaamheid. De plannen van de bouw hiervoor zijn al in volle gang. Op dit moment is Dekkerswald eigenlijk een klassiek instellingenterrein. Dus er vindt heel veel wonen met zorg plaats. En wat wij willen doen is wonen zonder zorg toevoegen. Dus gewone mensen zoals jij en ik die ergens wonen in een wijk. En doordat we denken dat mensen elkaar leren kennen, ontmoeten, hier verbinding hebben met elkaar, dat ze ook bereid zijn om iets voor elkaar te doen. En wij denken voor de toekomst van de zorg, dat vooral voor de ouderenzorg, dat het heel belangrijk is om dit soort plekken te ontwikkelen. Zodat we wat meer omzien naar elkaar en misschien wat minder professionele zorg echt nodig hebben. We zijn nu heel druk bezig met een omgevingsplan. Dat wordt in januari, februari in de gemeenteraad ingebracht. En er komen dus appartementen, maar er komen ook verandawoningen. Er komen ook wat villa's, maar er komt dus een mix van woningen hier in de wijk. Er komen ongeveer in de loop van de jaren 400 woningen bij. Er wonen op dit moment al zo'n 600 mensen hier. Naast de verschillende woningen komen er ook faciliteiten voor de bewoners, als een moestuin en een beweegroute. Zo kunnen de bewoners die toe zijn aan sociale activiteiten ondersteuning vinden bij elkaar. Het stukje natuur is daarin erg belangrijk. Er zijn al heel veel mensen aanwezig die zorg kunnen verlenen. Dus we denken dat dat soort voorzieningen vooral juist meer gebruikt kunnen gaan worden. En wat we toevoegen, denk ik vooral in die natuur. Een moestuin, plekken van ontmoeting, het met elkaar samen dingen doen voor de natuur. Dat gaan we denk ik aan voorzieningen vooral toevoegen. Er komt eigenlijk meer groen terug dan dat er nu is. En duurzaamheid is natuurlijk gewoon een maatschappelijk en een landelijk thema waar je gewoon ook sowieso aan regels moet voldoen, maar wat we hier ook heel erg belangrijk vinden. Wonen op Dekkerswald is een plek waar iedereen welkom is, zolang je maar je steentje bijdraagt aan de buurt. Het is een mix van mensen. We willen echt gewoon jong en oud, arm en rijk, allemaal door elkaar heen in de wijk uitnodigen om te komen wonen. En dat is ook bewust omdat we denken dat het gewoon belangrijk is dat niet maar één doelgroep er is. Ja, het is wel de bedoeling als je in deze wijk komt wonen, dat je ook bewust bent van ik ga wonen in een wijk waar je naar elkaar omkijkt. Naar de mensen die in jouw straat of in jouw twee straten verder wonen. En wat kan je daaraan bijdragen? Ja, de planning is nu eind 2025, ik spiek even, begin 2026 alle omgevingsplannen rond te hebben en daarna te starten. Maar in deze trajecten kan het natuurlijk een tijdje duren. Er kunnen ook bezwaren komen of je komt iets onverwachts tegen, waardoor het ook vertraagd kan worden.